Frans, hoe kan dat nou dat een strandbroodje een kunstgoed is? Ik zeg, ik ben geen kunstenaar. Jullie zijn kunstenaars. Wat gaan we doen? Zou je misschien kunnen overwegen om in de dorpsraad, want de dorpsraad wordt bijna overal voor gebruikt, hè Frans? Je wilt niet weten waarvoor. Voorstellen of we kunnen overgaan tot het heropenen van een kunstroute die overigens 10 jaar lang door de familie Wolvers in Stramperooi op de kaart werd gezet, die verdwenen is en Els en Lilian dachten, dat komt hier weer terug. Dat was niet aan door ons oren gezegd in de dorpsraad. Wij waren onmiddellijk bereid om aan te schuiven en mee te luisteren en mee te denken over wat er zou kunnen gaan gebeuren. Volgens mij ook wat breder dan voorheen, hè? Dus niet alleen kunst, maar ook nu videoart, maar ook muziek, woordkunst. Dus het is meteen eigenlijk grootser opgepakt en dat is ook belangrijk dat er wat een divers aanbod is van kunst en cultuur in een kunstroute. Dus daarvoor proficiat dat jullie wederom gelukt is. De scheidslijn die hem staatkundig verdeelt en Limburg op papier in tweeën splijt, is niet meer dan een beek die door de bossen glijdt, maar voor de mens een grens verzinnen beeld. Daar staat verscholen aan de waterrand, op de hoek bij grenspaal 159, de Broekmolen, in het spoor van smokkelwegen, met zijn schoepen in de sluimerstand. De beek kent de mysteries die hier zweven. Staart het raderwerk soms in stil verdriet, wekt een zoete stroom hem weer tot leven. En weet de molen en water zich onbespied, dan streelt het koppel elkaar heel even, stils, zodat de grenspaal het niet ziet. Dat is dan natuurlijk.